Het is nu zo'n week of drie geleden dat de heer Leers opstapte als burgemeester. En als ik door de stad loop en met mensen praat, merk ik dat er toch nog veel vragen zijn bij de mensen. De belangrijkste vraag is misschien wel, waarom moest hij eigenlijk van de PvdA weg? Nou, eigenlijk is dat ook de beste vraag die er is. Ja, want mijn zoon die vroeg mij de dag erna van waarom is dat gebeurd? Hoe zit dat dan? En eigenlijk is er maar één antwoord goed op te geven. En dat heeft alles te maken met de manier waarop je naar bestuurlijk functioneren kijkt. Want de heer Leers heeft samen met de gemeenteraad een keer een code afgesproken. Ze hebben gezegd van luister, als er iets verkeerd gaat, wat dan ook, dan hebben we een code nodig om te kijken hoe we het probleem oplossen. En dat is een goede code. Die code zegt eigenlijk in essentie, in sommige gevallen ben je niet schuldig en toch, omdat je bestuurder bent, verantwoordelijk voor een ontstaande situatie. En dat is eigenlijk ook wat de heer Leers gedaan heeft op het einde van die bijeenkomst op die avond. Zeggen van luister wat er aan de hand is. Gelukkig niemand zegt dat ik van iets schuldig ben. Maar als bestuurder ben ik verantwoordelijk geworden voor de situatie waarin we nu zitten. En daarom stap ik op. Ik vind dat een goede norm. Ik hoop ook als het mezelf overkomt, want het kan elke bestuurder overkomen, dat we dan op dezelfde manier daarmee omgaan als burgemeester Leers nou heeft laten zien. Veel mensen hebben de uitzending gezien op TV Maastricht, live uitzending, en die zeggen, ja, dat hele debat was eigenlijk niet nodig, want er lag al een motie klaar, het was gewoon een opzetje. Klopt dat? Nee, een opzetje is een absoluut verkeerd woord, hè, want het laatste wat je moet doen als je in dit soort discussies zit als gemeenteraad, is, laat ik zeggen, opzetjes maken. Dus dat betekent dat volledig openheid naar elkaar betracht is. De burgemeester wist wat de Partij van de Arbeid vond van dit verhaal. De Partij van de Arbeid wist in grote lijnen wat de burgemeester vond van dat verhaal. Dus dan weet je ongeveer ook wat er gaat gebeuren. Maar dat is iets anders dan een opzet. Want bij een opzet vertel je het elkaar niet. Terwijl in dit geval volledige openheid nam. Ja, u bent al jaren de politiek leider van de Partij van de Arbeid in Maastricht. Heeft u Leers op de hoogte gesteld voor die bewuste avond, zelfs misschien wel voor de commissievergadering op de maandag daarom voorafgaand, van de onhoudbaarheid van zijn positie voor u als partij? Nee, kijk, de fractie van de Partij van de Arbeid, want ja, de wethouder, ook al ben ik politiek leider, zit je toch in een iets andere situatie. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft pas dinsdagavond is die tot een oordeel gekomen. En dat oordeel is onmiddellijk gecommuniceerd naar de heer Leers. Maar u heeft hem niet op de hoogte gesteld van dat zijn positie wel eens wankel zou zijn? Nou ja, laat ik zo zeggen, uiteraard hebben we op allerlei manieren met elkaar gesproken over alle hoedanigheden die aan de orde zijn. Maar vergeet niet, het ging voor de bevolking snel. Hè, op zaterdag een rapport, maandag commissie, woensdagavond een gemeenteraadsvergadering. Maar eigenlijk ging het ook voor ons natuurlijk relatief snel, ook voor de burgemeester, maar ook voor de rest van het college. En dan, ja, dan kom je in een stroomversnelling terecht. Wat je ook op straat hoort is, Leers is eigenlijk de tweede keus, was de tweede keus toen naar burgemeester Hoebe. Want het was Karl Dietrich, PvdA-man, en nu wordt er een oude rekening vereffend. Door hem weg te sturen is er weer de weg vrij voor een PvdA-burgemeester. Absoluut onzin. Dat is nooit aan de orde geweest. Ik was er zelf nog niet bij, maar iedereen heeft me toen verzekerd dat weliswaar een voorkeur was voor Karl Dietrich. Maar toen dat door omstandigheden niet doorging, toen heb ik nooit iemand gehoord dat ze niet ook Leers een goede burgemeester zouden vinden. Integendeel, de Leers is 8 jaar lang door de Partij van de Arbeid ook gewoon gewaardeerd voor alles wat hij heeft gedaan. En toch laat u hem vallen? Ja, maar de manier van spreken, iemand laten vallen, eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Als persoon laat je bijna iemand vallen. Zo voelt het ook een beetje. Hè. Dat is nou eenmaal zo. Want je hebt 5 jaar met elkaar samengewerkt, tenminste ik. En dan, ja, dan gebeurt zoiets. En op persoonlijk niveau voelt dat niet goed. Op bestuurlijk niveau is dat geen kwestie van laten vallen. Want ook als het mij overkomt, hoop ik dat mijn omgeving tegen mij zegt van luister Jacques, die code heb je niet voor niks laten ondertekenen. Hè, als bestuurders dit overkomt, dan moet je gewoon je bestuurlijke verantwoordelijkheid pakken en opstappen. Terwijl als mens druist het helemaal tegen je in. Elke vezel in mijn lichaam, als ik in zo'n situatie zou zitten, zou zeggen van ik blijf, ik heb me toch kapot gewerkt, et cetera, et cetera. Maar dat is eigenlijk
niet waar het over gaat. Dan, het gaat eigenlijk over je bestuurlijk functioneren. Waarom? Omdat we bewust, de burgemeester heeft dat altijd gezegd, de gemeenteraad heeft dat altijd gezegd. Net omdat heel vaak dit soort situaties ook in Zuid-Limburg zich voordoen. En te weinig bestuurlijke consequenties eruit getrokken worden, hebben we deze code zo gepakt. Om te laten zien dat je zo als politiek moet functioneren. En dat heeft dus niets te maken met afrekenen, dat heeft niets te maken met laten vallen. Dat is net omdat je wilt dat die bevolking vertrouwen heeft in dat politiek systeem. Want dat je laat zien, ook al ben je niet schuldig, je pakt toch je verantwoordelijkheid op. En dat is een chique positie die je dan hebt. Toch, u voert dit gesprek met mij. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bij de PvdA men erg bevreesd is voor de verkiezingen van 3 maart die daar zitten te komen. Dat de rekening voor het wegsturen van Leers bij de PvdA terechtkomt. Is dat zo? Nee. Jullie zijn niet bang daarvoor? We houden er wel rekening mee dat het kan gebeuren. Hè? Want het is natuurlijk, de burgemeester Leers heeft een geweldige conduitstaat. 8 jaar lang prestaties geleverd. Dus dat betekent dat voor iedereen die niet kijkt naar dat bestuurlijke aspect en alleen op persoonlijk niveau kijkt, ja, die zal zeggen, waarom doe je dit? Die groep, die zal misschien denken, waarom heeft mijn partij dat gedaan? Waarom heeft de VVD dat gedaan? Waarom heeft GroenLinks dat gedaan? Waarom heeft D66 gele kaart gegeven? Dus vanuit die persoonlijke manier van kijken, kan het zijn dat mensen stemmen, een vraagteken achter hun stemgedrag zetten. Gelukkig was dat vooraf bekend bij de fractie. De fractie heeft zich volledig gerealiseerd dat dat kan gebeuren. Maar net als het gaat over bestuurlijke integriteit, mag het geen rol spelen. Dat was unaniem in die fractie aan de orde. Die zeiden tegen mij, luister Jaak, dit is ons standpunt. We snappen dat dat misschien verkeerd overkomt, dat standpunt. Het zij zo. Want net bij bestuurlijke integriteit, ja, dan moet je niet door dit soort dingen laten beïnvloeden. Dan ga je er ook voor. Hè? Man, woorden, woord. Oké. Tot slot. We zijn allemaal op zijn tijd wel eens naïef. Ik, u, de heer Leers was dat ook. Ik iets meer dan u. Maar de heer Leers is dat geweest. Ja. Nou ben je burgemeester. Je raakt 2 ton kwijt door allerlei omstandigheden waar je zelf ook geen invloed op hebt. Hoe kan iemand in een positie als burgemeester toch dat geld weer terugkrijgen? Want hij kan eigenlijk geen kant uit als je dat zo ziet. Nou ja, ik ken de casus niet precies om de goede adviezen te geven. Maar wat je ziet is eigenlijk, in het hele geval kwam 1 voorbeeld bij mij op. Dat was van de heer Lubbers. Toen die minister werd bij het eerste kabinet Den Uyl. Ja, voor sommige kijkers zal dat te lang geleden zijn. Maar die had nogal wat particulier geld. Wel meer dan één villa, zeg maar. En toen hebben ze een aparte stichting gemaakt, zodat je dat apart kon zetten en hij niet als persoon hoefde te vechten voor zijn inkomsten en uitgaven. In feite de constructie die ook Gert Leers nu heeft gekozen. Hè, en daar hadden we eerder aan moeten denken, daar had hij eerder aan moeten denken. Misschien hadden wij dat eerder kunnen suggereren. Want daarmee verhinder je dat je, laat ik zeggen, in de problemen kunt komen in dit soort situaties. Ja. Dat is een les voor elke nieuwe burgemeester, of je nou van CDA of van PvdA huizen hier komt. Hier zijn lessen niet voor elke burgemeester, maar ook voor elke wethouder uit te trekken. Want we hebben wat is de belangrijkste les die u daaruit geleerd heeft? Nou, waar het om gaat is, je praat met elkaar en je neemt niet de rust om te denken, moet ik hierop doorgaan of niet? Omdat je elkaar net respecteert. Denk je, oh nou ja, het zal wel goed komen, hij weet wel wat hij doet en terwijl eigenlijk heb je collegiale ondersteuning nodig op dat moment. Heb je ook collegiale kritiek nodig op dat moment. En ja, net omdat die samenwerking zo goed was die afgelopen jaren, zijn we daar misschien veel te nonchalant naar elkaar geweest. En dat is wat ik me in elk geval persoonlijk heb voorgenomen. Feedback vragen van anderen over de vraag, hoe zit het met jouw vraagtekens? Hè? En ook feedback aan anderen geven, want daar heb je recht op, want ja, anders dan loop je een groter risico wat misschien achteraf niet nodig was geweest. Dankjewel.